Kijkers, welkom bij Trip Dates. Is hier de one aflevering 2. Jullie zien dat we 3 leuke gasten voor hebben, leuke opgelieten op van weet je wat er gaat gebeuren, mensen. Dus we zijn een beetje onactief met deze serie, maar geloof mij, mensen, het is altijd dat we gaan voor jullie regelen. Dus blijf kijken en dankjewel voor de 5k. Nu gewoon de nieuwe lied voor jullie. Weet je, blijf kijken, nogmaals. Ja, let's get it! We gaan beginnen met de tweede aflevering van Trip Dates. Links hebben we kandidaat 1. Of nee, ja, jouw rechts is kandidaat 1 en jouw links is kandidaat 2. Oké, de eerste vraag. Dit is voor de kandidaat, niet voor jou. De eerste vraag. Naar waar breng je haar op de eerste date? Kandidaat 1 begint toch? Goeie vraag. Ik denk nu zelf dat ik naar een dierentuin wil. Is iets anders. Is een al iets van normale dates. Eten, bowlen, dat zijn allemaal standaard dingen, zeg maar. Dus ik zal er meenemen naar dierentuin, man. Welke dierentuin? Niet in Rotterdam, dat weet ik zeker. Ik heb gekeken toevallig voor een dierentuin in België. Was er een dierentuin in Brussel. Nog nooit geweest, dus ik hou van nieuwe plekken ontdekken, zeg maar. Kandidaat 2. Ja, ik hou ook van nieuwe plekken ontdekken, maar dan wat uitgebreider, zeg maar. Dus ik zou er gewoon naar Parijs weer nemen. gelijk een weekendje weg, weet je, gelijk een groot aanpakken. Ja, het is niet, want het is een eerste date, weet je. Maar ik ga al in, want ik geef alles voor haar, zeg maar, weet je. Maar betaal je op de eerste date? Kan je niet even beantwoorden? Ik hoor het toch. Wat was de vraag? Betalen jullie op de eerste date? Wat was deze keer bij jou begin? Ik betaal op de eerste date, maar ik vind wel dat een dame het wordt aan te bieden van. Of ze ook wil betalen, zeg maar. Dus we moeten eigenlijk een soort van laten lijken. Eigenlijk zou ik wel een beetje die moeite van haar kan zien. Ja, cool. Nee, ik betaal ook wel voor de eerste date. Ja? Je hoeft ze mij niet te laten lijken, weet je. Dus de laatste date, zeg maar, waar jij met een meisje hebt gezeten, heb je betaald voor de eerste date? Ja, ik ben toevallig nog niet echt op een echte date geweest. Maar de eerste volgende date, ik ben op een leeftijd, snap je? Ga ik wel betalen voor de eerste date, ja. Mooie ambities. Ja, oké. Met wie van de twee zal op date gaan? Kandidaat 1 of kandidaat 2? Ik ben kandidaat 1, man. Ik wil het niet laten lijken. Wauw. Dus jij gaat mij zeggen, op de eerste date zeg maar, jij biedt niet aan van zal ik betalen? Als je me meevraagt naar Parijs, dan neem ik wel aan dat jij de intenties hebt om gewoon te betalen, snap je? Dus als geld er niet is, dan moet je me niet naar Parijs meenemen. Nee, ik hoor je, maar... Zeg maar, gewoon een algemeen date, zeg maar. Vraag jij of jij kan betalen? KI. Ik ga ervan uit, als je mij op een date vraagt, neem ik aan dat jij betaalt. Als ik jou op een date vraag, betaal ik. De tweede zou eigenlijk nooit gebeuren. Nee, geen antwoord. Maar oké, nu heb ik nog een vraag, hè. Wat nou? Je hoeft het niet bij hem niet te laten lijken. Zou je dan liever naar Parijs gaan of liever naar de dierentuin? Ik vind dierentuin ook leuk. Maar Parijs is ook leuk, beide. Nee, je moest kiezen. Eén van de twee. Dierentuin ben ik al geweest, dan Parijs. Ja? Is dat allemaal voor hem? Ja. Maar ik heb het gewoon gekozen. Dus het is niet te lijken eigenlijk. Next question. Naar Parijs. Laten we doorgaan. Oké, de tweede vraag. Waar zou jij je beste... Ja, deze wordt namelijk het opnieuw. Ik toch namelijk zeggen, deze wordt een beetje heet. Dus, toch. Leuk. Waar zou jij je beste sekservaring willen meemaken? Qua locatie dus. Ja, je mag beginnen, kandidaat 2. Dit is wel een hete vraag, dus ik moet even een beetje nadenken. Denk in een vliegtuig. Beste. Ja, locatie gewoon, locatie ja. Maar zou je het ook doen in de vliegtuig? Ik zou gewoon kunnen. Weet je zeker? Ja,
Soms moet je een beetje de grens op. Van de weg naar Parijs. Precies. Ze denken naar Parijs. Ze denken maar mee. Ze denken maar mee. Ja, ik blijf maar. Dus ik heb nog geen goede gedachten op waar ik denk van. Oh ja, daar wil ik wel seks hebben. Dus is ja. Maar dat twee. Twee? Rokken vliegtuig, rokken. Privéjet. Privéjet. Ja. Mag niet uit. Oké, door naar de volgende vraag. Dus een andere man, zij is nu jouw wijfje, ja? Een andere man disrespecteert haar, hij zet zijn vieze hand op haar. Hoe ga je daarop reageren? Ben ik erbij? Ja, je bent erbij gegooid. Je loopt gewoon met haar misschien in de stad. Of ik ergens. Ik zie het niet, toch? Jawel, je ziet het wel. Je ziet het wel. Oh, Ja, haar probleem. Ze moest geen problemen zoeken met die man. Dus je gaat daar niet bekken, niks. Ook al maakt niet wie in de fout zit. Ook al zit zij in de fout. Twijfel. Ligt daar hoe goed die man is. Ja, ligt echt raar. Gaan ze wel pompers eten? Gaat met zijn blauwe ogen lopen en dan zijn ze low key, toch? Kan niet dat twee? Ja, ik ben gewoon een rustige type toch, maar ik hou niet echt van. Ik ben best wel jaloers, zeg maar. Dus als dat gebeurt, als iemand zomaar aan iets zit wat eigenlijk bij mij hoort, dan. Ik zou wel geven, man, denk ik. Wat drie? Hoek, jab, uppercut. Ligt eraan wat? Nee, ik ga sowieso voor twee. Deze was al uit. Hoezo voor twee? Omdat die antwoord van één gewoon echt wack was. Gewoon echt. Wauw. En nou. Zoek nergens op, zeg maar. Nee. Oké. Vraag nummer 4. Wat zouden jullie voor verjaardag halen of doen? Hoe lang hebben we met elkaar? 6 maanden. Moeten we toevallig jarig zijn, ja? Ik ben bijna jarig. Oh, serieus? Ja. Moeten we even een relatie nemen en kunnen even kijken wat ik dan... Maar nigga. Zo. Nee, maar grapje. Ik zou gewoon... Ik weet niet wat ze op die dag wil doen, maar ik zou wel zelf een leuke dag willen maken. Ik zou misschien een hotel boeken, klinkt cliché, maar ik zou dat wel doen. Met haar gewoon in een spa misschien of zo, iets in die richting. Ik zou cadeautjes voor haar kopen. Wat voor cadeautjes? Hoe is dat gaan liggen? Die zit er nog iets aan, want het is duur. Zou ik nog even na moeten denken. Ik zou wel moeite doen in ieder geval. Om het juiste uit te kiezen, maar ik zou het wel goed verwennen, ja. Ja, mijn antwoord, we kennen elkaar nog niet, dus ik weet niet waarvan... Ja, maar ik weet nog niet waarvan ze houdt, zeg maar. Vraag haar. Van wat hou je om te doen? Want het is belangrijk om die dag jou in het zonnetje te zetten, natuurlijk. Ik hou van cadeautjes, ik hou gewoon ervan dat ik zie dat je moeite doet. Ben je materialistisch? Ja, en ook niet. Want ik hou van gewoon activiteiten, gewoon herinneringen maken. En ik ben meer van die herinneringen maken. Ik ben ook van die herinneringen. En natuurlijk word ik cadeautjes erbij. Ja, 6 maanden, ik vind het nog kort. Een boos generatie. Ik zou wel gewoon een prijs geven, maar toch wel meer waard is, zeg maar. Ik ga weer voor twee. Ja. Wil je daar nog reden bij of is het al duidelijk gewoon? Huh? Wil je dat ze nog reden geeft? Ja, ik wil eigenlijk wel de reden weten. Nou, die hotel knapte ik wel van af. Dat dacht ik zo echt cliché basic. Ik hoef geen van de valk meegenomen te worden, maar... Ik hoef geen van de valk. Ja, en andere, het komt op hetzelfde neer. Nee, Parijs, Parijs. Nee, maar... Dat je moeite wil doen, dat klopt wel goed. Oh, maar dat kon ik ook doen. Nee, maar het is zoiets verwoord. Ik hoor alleen maar dingen toch? Oké.
Oké, door naar de volgende vraag. Hoe lang zouden jullie wachten op seks? Ja, ik natuurlijk. Ik was sowieso eerst trouwen. Ja. En dan. Wat is er dan? Nou, ja, ik denk dat ik wel eerst zou willen trouwen voordat ik aan seks begin. Oké, okay, wanneer wil je getrouwd? Welke week? Als ik de juiste dame heb gevonden. Ja, niet in je hoofd staan, dat is mijn 25e. Ja, weet je wat het is? Het hoeft van mij nog niet. En ik denk wel dat ik rond de 30e wil trouwen. En rond de 29e, 30e minimaal kind. Ik denk ook dat zij zo lang wil wachten. Maar. Hoezo? Ik denk dat zij ook zo lang wacht. Ja. Dat weten we niet, maar de vraag was toch van hoe lang zou jij wachten? Jij hebt zeker de standaard 3 maanden plan. Nee, zeker niet, man. Eerste dag. Mij altijd geen weten. Maar in principe, als het gewoon een. Als ik de toekomst met haar zie, laat ik het gewoon naar haar over wanneer zij er klaar voor is. Maar ik denk maximaal. Een jaartje, man. Maximaal, ja. Dit is die drie maanden plan. Nee, maximaal. Oké, wacht. Wat was de vraag? Wanneer ik klaar voor ben of wanneer zij er klaar voor wordt? Gewoon, hoe lang zou jij wachten op haar, weet je toch? Oh, ik heb zeker geen haast, man. Ik hou meer van leuke dingen doen dan seks hebben zelf. Oké. Okay, ja. Ik mag nog iets erbij zeggen? Ja, ik vind ook niet dat seks echt belangrijk is of zo. Kijk, seks is niet alles. Uiteindelijk in een relatie gaat het om meer dan dat. Het gaat om innerlijk, het gaat om gewoon de juiste connectie hebben, de vibe. Al die dingen. Weet je, als je het niet goed met elkaar kan vinden en je hebt wel goede seks, dus uiteindelijk gaat het toch wel. Ik heb een antwoord. Ik waardeer en respecteer de keuze van één. Maar aangezien ik zelf ook al niet ga wachten tot huwelijk, dan kies ik voor 2, helaas. Ja. Kaifaka. Ja, maar het is gewoon. Tot huwelijk, ja. Want de huwelijk is lang. Het is me al niet gelukt, dus dan wordt het lastig toch? Oké, door. Dus waar zie je jezelf in 5 jaar? Moet ik mijn leeftijd zeggen dan? Of, Nee. Ja. Nee. Ja. 5 jaar, dan zie ik mezelf gewoon financieel stabiel. Of ja, je mag die leeftijd zeggen, zeg maar. 5 jaar, dan ben ik 25. Sorry, ik moet even kijken of jullie Ik zie mezelf dan gewoon financieel stabiel. Ik hoop met een goede vrouw. Ik hoop een kind. 25 vind ik gewoon een mooie leeftijd om een kind te krijgen. En ja, gewoon goed inkomen, gewoon alles erop en eraan leggen. Over 5 jaar. Ik woon nu al op kamers. Dus ik denk dat ik over 2 jaar al eigenlijk financieel ben. En, dat je over 2 jaar financieel bent? Ja, financieel. Hoe kan je financieel zijn? Financieel voorbereid voor een mossel. Want ik wil geen huis huren, ik wil een huis kopen. Dus. Ik wil een huis kopen. Maar ik snap je zin niet. Ik woon nu op een kamer. Je zei over 2 jaar wil je financieel zijn. Ja, financieel. Deze jongen. Begrijp jij wat ik moet doen? Ja, ik begrijp. Ik ga maar door. Oké. Okay. Ja, over 2,5 jaar zou financieel zijn voor een huis kopen. Want ik wil geen huis huren. En dan over 5 jaar ben ik ook 25. En als ik dan de vrouw van mijn dromen heb, dan ga ik sowieso op wereldreis. Dat wil ik sowieso nog. Voordat ik aan kinderen begin. Ja, ik heb ook één vraag. Willen jullie in Nederland blijven wonen of buitenland? Nederland is duur. Maar omdat ik in Nederland ben opgegroeid, denk ik dat ik wel voor nu in Nederland blijf. Ik denk dat ik sowieso de basis in Nederland hou, maar ik zou wel bijvoorbeeld een ander huis nog ergens anders kunnen hebben. Dat je daar gewoon even kan switchen en zo. Maar uiteindelijk wil ik wel gewoon hier. Je hebt een familie en zo. Dus ik zou wel hier de basis willen hebben, zeg maar.
Oké. Hoe goed de vraag elkaar aanstellen? Ja. Nog, ja. Waar zou jij willen wonen? Niet in Nederland. Echt niet? Nee. Waar dan? Engeland. Waarom Canada? Omdat Amerika is net iets te... Ik heb wel 2 dagen Engels, dus dat gaat niet werken. Engels kan je leren. Ja, zelfs. Maar ja, ik wil liever in het buitenland, omdat ik heb het gevoel dat je daar meer kan bereiken of iets. Oké. Maar ik ga hierbij voor kandidaat 1. Maar mag ik vragen? Hij is wel aardig zelfstandig, hoor ik. Ik zie goede doelen voor je toekomst en een wereldreis wil ik ook. Is dat matched energy? Ja. Oké, duidelijk. Ik heb een soort binnenste buiten aan, mag ik hem even keren? What? Bro, what are you talking about, man? Huh? Ik heb mijn sok binnen zitten. Oké, volgende vraag. De laatste vraag. Door welke reden is jullie laatste relatie uitgegaan? Ik heb nog geen relatie gehad, want de reden dat ik nog geen relatie heb gehad is dat ik gewoon... Ik ga niet zomaar voor elke optie, snap je? Je moet wel een beetje weten wat je waard bent. Ik hoop ook dat mijn partner weet wat ze waard is, weet je. Je bent eigenlijk gewoon kieskeurig. Ja, maar uiteindelijk, als je kieskeurig bent, kan je niet met elke ding gaan, zeg maar, relatie. Maar je bent nog maar. Nou, was dat de vraag? Nee, dat is de vraag. Maar ja, om te kijken of jij namens je hart hebt gebroken, zo de relatie te nemen. Dat was echt van. Dus wat ik al zei is, van ik ga niet met elke ding, dus ik heb nog geen relatie gehad. Ik wacht gewoon op de juiste, zeg maar. Wat goed voelt. Want dat zei ze ook weer steeds met energy, oh ja, die energy. Ook geen flow. Ja, wel, dat wel, maar het is niet echt een relatie. Dat hij is zo maagd, hè? Wacht alleen. Echt een woord in de mond. Ik had een relatie van 3 jaar. Waardoor uit dit. Wat was de vraag ook weer? Ja, door welke reden is het uitgegaan? Ik denk alle twee een beetje druk. We groeiden uit elkaar. En ja. Dat een beetje. Moest ze eerlijk zijn of kon je gewoon, zeg maar, liegen? Oh, wacht, is het in mijn relatie, hoor. Oh nee, ga okay, nee. Je moet zo eerlijk zijn. Oh, okay. Moeten we even gelogen dan? Oh nee, voetbal. Heb jij gelogen, deelnemer 2? Zeker niet. Oh. Zeker niet. Ja, met wie van de twee? Wacht, misschien moet ik een vraag aan haar. Oh ja. Een vraag aan mij, oh. Waardoor is jouw laatste relatie kapot gegaan? Ik accepteerde te veel en besefte mijn waarde pas achteraf, waardoor ik besloot dat dit ging werken. Zie je, daar heb je weer die energy met, zeg maar. Ik zei toch iets van, je moet beter als je waarde hebt. Zie je, zoiets. Dus dan uiteindelijk kom je toch wel weer. Volgens mij zou het wel goed klikken. Dus. Ben je materialistisch? Dat had ik wel gevraagd. Oh, wat was dat? Ja, en nee. En nee. Oh. Dus dan zie je ook weer, zeg maar, dat, hoe scherp iemand is, toch? ik zei ja en hij zei nee. Dus volgens mij... Nee, zei ja en nee. Ja en nee. Want zij zegt ook waarde aan de herinneringen. Luister. Je denkt nooit. Wat was je favoriete kleur dan? Dat heb ik niet gezegd. Ja, je hebt gelijk. Maar ja. Oh, ja. Ja. Die blauwe jachtaal staat er echt van bij, weet je? De blauwe schoenen daar beneden ook. De blauwe van blauw. Ik ga even naar de poten laten zien. Dat is van wat? Van blauwe oogjes. Het gaat ook goed worden met je. Ik heb toevallig ook de jokers op zo liggen. Stap ik, hè. Dus, hierbij gaat mijn keuze naar deelnemer 1. Hij kan een stabiele relatie van 3 jaar volhouden, helaas uit elkaar gegroeid. Je bent onervaren deelnemer 2 in relaties, waardoor... Conflicten. Ik toch voor deelnemer 1 ga, want hij heeft 3 jaar volgehouden zonder seks. Dus, wat? Hij was maag, toch? Ja, dat klopt. Kan dat in? Toch? Ja. Alleen deze man overdrijft weer. Oké, wacht. Kunnen we het spoelen? Mag ik weer antwoorden? Ik heb een stabiele relatie gehad van 3 jaar en
Want in principe is het wat wij vertellen, zeg maar. Nee, is goed, ga verder. Nee, maar wel gelukkig. Nee, dat zeg ik niet. Nee, maar jij wist dat ik een relatie had van Dria, toch? Ja of nee? Ja of nee, ik vraag het. Oké, ga verder. Oké. Okay. Dus je ging voor kandidaat 1, toch? Ja. Oké. Okay, de laatste vraag. Boys, zij is boos op jullie. Hoe maak je het goed? Kandidaat 1. Als ze boos is en ik weet de reden niet, dan moet je echt naar een dame luisteren. Ga je discreet zeggen. Want als je niet luistert naar een dame, ga je het nooit goed kunnen maken. En je moet je aanpassen. Soms moet je je aanpassen en dingen doen die je niet wil om een dame toch blij te maken. Sterke handen, man. Sterke handen. KT, je moet. Je moet je even. Dus ze is boos. Ja, en hoe ga je het goed maken? Als het mijn schuld is, of als ze zomaar boos is, zeg maar, om niks. Mm. Nee, is echt pech, man. Dan ga ik ook gewoon. Oké. Oké, jij het zit fout. Het is nooit om niks, hè? Het is nooit om niks. Ja, zit... Oké, okay, jij zit fout en je weet dat je fout als zit. Als ik fout zit en ik weet het, dan. Ga ik gewoon mijn best moeten doen. Ik weet niet hoe ze in elkaar zit, maar ga ik gewoon mijn best moeten doen om het toch goed te doen. Maar ik zou extra mijn best doen, zeg maar, om haar toch nog even die boost te geven. Ze heeft gelijk, je hebt geen relatie aan. Oh, je moet leuk, hou je mond. Oké. Maar ik heb een vraag gesteld voor je ziet me. Jullie zijn boos op mij. Zeg maar, er is iets gebeurd, een conflict. Ja. Ik loop huilend weg of boos weg. Wat ga jullie doen? Ik ga sowieso achter je aan. Mm-hmm. Moet wel, want je kan een dame niet huilend weg laten lopen, zeg maar. Dus ik zou toch wel even vragen gewoon, wat er is en okay. Zouden we dan wel uitkomen. Maar ik zou je niet zomaar alleen weg laten gaan. Oké, wil je mee? Ja, ik vind sowieso niet dat je weg kan gaan. Dus je blijft, die deur gaat op slot. Zodat je daar over ruzie hebt, gaan we uitpraten. Streep. Oké. Okay. Ja, en ik hou gewoon van eerlijkheid, dus je moet altijd eerlijk naar me zijn. Ook al zit je erin. Ik hou eerlijkheid. Ja, ik vind deze lastig gewoon. Want kijk, het is wel belangrijk, zeg maar. Je hebt toch ook liever niet dat als jij weggelopen bent, die guy blijft stilstaan, zeg maar. Of die guy doet die deur op slot, zeg maar. Dat vond ik een beetje. Maar wil je nog een extra vraag stellen als je wilt? Oh, moet ik hem bedenken? Ja, als je wilt, mag je extra vragen. Ik weet het niet. Je eigen vraag mag ook. Je hoeft niet per se het onderwerp te zijn. Ik heb nog een vraag. Ben jij van de open relaties of die verloki? Wat doe je met open? Open relaties, post op Insta, Snap, TikTok, Facebook, Twitter. Ik heb nog meer, Jumbo. Gewoon dat je jezelf, dus je relatie plaatst of niet plaatst? Ja, eigenlijk. Niet per se met hoofd of wat dan ook. Gezegd dat het mensen weten wie het is, maar ik wil geen geheim zijn. Je wilt wel zeggen maar dat mensen weten dat je een relatie hebt, maar niet per se met wie. Ja, en ook andersom, op jouw page. Precies, ik hoor je. Ja. Die energy proef ik wel. Dus maar, jullie? Posten jullie je meid of dat niet? Ik zou wel, zeg maar precies wat jij zei, het hoofd of de nagels of zo, wanneer je gaat eten. Van die kleine dingen, dus gewoon. Ja, dus mensen weten wel dat ik een relatie heb en zo. En op een gegeven moment denk ik van, ik zou de hoofd wel kunnen posten hoor. Maar dat moet wel even tijd doorbrengen. Ik zou je sowieso posten, want je moet weten wat je waard bent, wat je zelf net zei. Dus dan moet je weten wat je post. Oké, dus als je weet wat je waard bent, dan post je. Als je weet wat je waard bent, dan je gaat niet iemand, je gaat niet voor iemand zonder waarde. Dus dan, als je voor iemand gaat en je hebt een relatie met diegene, dan moet je gewoon met chest. Ja? Kunnen posten. Dus dan die mensen die elkaar niet posten, die hebben geen waarde dan. Zeg je me eigenlijk. Dat zeg ik je niet. Dus hierbij, ik heb een keuze gemaakt. Ik kies voor 1. Kies voor 1. Maar hoe? Wacht, ik heb een vraag. Ja, hoe kan je voor 1 kiezen als jij net het letterlijke tegenovergestelde zegt? Hoezo? Hij zegt toch, hij post me om juist te hypen, om juist mijn waarde te laten zien. Ja, maar jij zei net van ja, ik zou hem al posten, maar dan zonder hoofd. Dus dan zie jij zijn waarde dus niet, wil je eigenlijk zeggen. Met de nagels, dan het kan iedereen zijn nagels zijn. Nee, maar je post zijn hoofd toch ook niet? Maar mensen zien wel dat ik het ben. Want dit is wel ik. Maar dan zijn waarde gaat weg.
Dat kan gewoon metal, maar kan het zonder hoofd. Tegenwoordig maar het hoeft niet, ja. Snap je? In het begin kan je misschien een beetje leukjes zijn, maar daarna hoef je niet te verbergen, snap je? Dat is precies wat ik zei. Nou, denk ik wel. Ik heb Oké. Heb je nog een vraag aan ons, of niet? Ik heb een vraag aan jou eigenlijk. Oh. Waar zie jij jezelf in 5 jaar? Ik zie mezelf opleiding afgerond. Ik zie mezelf misschien in het buitenland al studeren, anders gewoon hogeschool. Mm-hmm. Ik hoop een... Gewoon, ja, geen studentenhuis meer, maar gewoon, ja, gewoon een goed appartement of iets. Okay. En meer dan welvarend. En wat studeer je als ik vraag mag? Nu nog niks, ik ga dokterassistenten doen. Leuke opleiding. Ja. Wat doen jullie voor opleiding? Kandidaat 1. Ik doe ook opleiding voor 3. Oké. Jij? Ik doe begeleider specifieke doelgroep in niveau 4. Ik doe begeleider specifieke doelgroep in niveau 4. En ik had nog een vraag, wat zijn jullie hobby's? Ja, mag ik dit keer liggen? Mijn hobby's zijn filmen, video's editen en bewerken, sporten. Ik ga elke ochtend. Even eerlijk, gewoon een eerlijke antwoord. Ja, ik ben eerlijk. Eerlijkheid vind ik het belangrijkste. Klopt. Deze jongens in deze tijd, daar lach ik niet waarom. Video's bewerken, editen. Ik wacht op sporten daarom. Bewerken doe ik in Premiere Pro. Dat doe ik ook best wel een tijdje. Sporten, joggen, naar de gym gaan. Ik vind gewoon gezond zijn belangrijk. Een fitte uitstraling. Op eten let ik het echt natuurlijk, als je gewoon geniet van het leven. Hobby's verder nog meer. Ja, dat was het eigenlijk. Ook met mijn kleine zusje. Spelen, wandelen. Ja, dat eigenlijk. Oké. Wat was de vraag? Wat zijn je hobby's? Oh ja, ik kan gewoon voetballen, sowieso, maar ik hou ook van meerdere sporten. Dus ik hou van alle sporten bijna, met een bal, ik zou zeggen. In mijn vrije tijd maak ik ook nog YouTube video's. Net als dit. Ja toch. Ik hoop dat ik ooit net zo groot word als deze jongens. Ik ben net begonnen een maand. Wat doe ik nog meer? Ik hou van werken, geld verdienen natuurlijk, want dat vind ik ook best wel belangrijk. Ja, dat is ook niet zoveel. Een beetje genieten met vrienden, ik hou niet echt van feesten. Ja, ik ben meer het serieuze daar in het leven aan het zoeken. Oké. Is goed. Wat zijn jouw hobby's? Hoi. Ik heb niet echt heel veel hobby's als ik eerlijk ben. Ik kijk graag Netflix in bed alleen. Zo, alleen? Verder doe ik gewoon graag dingen met vriendinnen, zoals activiteiten. Wat voor activiteiten als ik graag? Beesten? Of ook. Ook, vind ik ook leuk. Maar ik vind het ook gewoon leuk om één keer een week voor te bowlen, te dierentuin. Gewoon leuke activiteiten, verschillende dingen. Mm-hmm. Ik doe af en toe clipshoots. Speel je daarin? Ja. Oké. Ja. Is dat zo? Zijn clips van rappers? Ja, welke zijn anders? Dennis's. Ja, dat is ook ben je daar half naakt in? Nee. Dat nooit? Nee. Ik heb een vraag voor je. Wat vind je van. Zeg maar, als je in een relatie zou zitten, toch? Mm-hmm. Maar is het intiem, die clipshoots, of? Nee, totaal niet. Oké. Wat vind jij van best friends, zeg maar? Vind je dat je partner en... Als ik ook met je bestie mag chillen, dan vind ik het prima. Oh. Als ik ook bestie met jouw bestie mag zijn, vind ik het prima. En anders niet? Nee. Ik ben sowieso niet in voor best friend, want ik ben je best friend, ja. Ja. Jij bent mijn beste vriend en vriendin. Ik ben jouw beste vriend, beste vriendin, beste tante, beste oma. Ik ben iedereen. Ik ben je beste man. Ik kan alles van je koken, dat ook nog. Dus besties bestaan niet. Oké.
Ik had nog een vraag, hè. Wat nou als je fiets zegt dat je met dat spelen in rap-video's moet stoppen? Dan doe ik dat niet. Oh, ik vind het echt leuk gewoon. Als ik het wil doen en het maakt me gelukkig, dan vind ik dus dat ik moet sporten. Maar doe je het gratis? Nee. Wat is het ongeveer aan het dat verschil? Gewoon winkel, hoeveel je verdient, want eigenlijk accepteer ik het sowieso niet. Dat is leuk, ik weet niet hoe jij dat tegenkomt, maar ik ken de waarde, snap je? Dus jij vindt dat zij geen waarde heeft? Dat zeg ik niet, maar weet je toch? Het is een wifi ding, dus ik moet het posten. Want het is van mij, het is niet zo dat... Het gaat niet in jouw video kunnen spelen. Want dan is het van ons. Maar kijk, aan de andere kant weet ik ook weer van, je moet iemand nemen zoals die vinden is. Je kan niet in een relatie komen en dan dingen gaan veranderen, zeg maar. Hé, dat was echt de rest van de ons dat je voor dat we nou doen. Nee, dat klopt, maar ik ben daar verre van. Gewoon eerlijk. Ik weet niet of jij daar open bent. Dus je zou haar verbieden? Ik zal het niet verbieden, ik verbied niet. Zij is lang dat ik verbieden. Ik hoef dan niet meer aan te nemen. Ja, dat is heel bullshit. Wat vind je hiervan? Ik denk dat ik genoeg heb gewerkt. Ja? Ja. Oké, boys. Hey. Weet toch, er staat zij binnen. Dus nu moet jij gewoon kiezen wie je eigenlijk leuk vond. K1 of K2. Ik vond het in het begin veelbelovend klinken, deel nummer 1. Daarna werd het aardig toxic. Heb ik valent of zo? Ik weet niet hoe je dat noemt. dus daar hou ik niet zo van. En we gaan dan toch voor deel nummer 2. Oké, goed. Nu kan je even naar buiten gaan. Gaan ze even 1-op-1. Dan mocht je hem ook zien. En daarna mocht ze ook jou zien. En dan gewoon de keuze gemaakt van wie je eigenlijk zou kiezen tussen hun twee. Snap je? Oh, wacht! Oh, nu moet ik hem verloren! Ja, leuk man. Wat nog maar? Even tijd. Stop je toch? Ja. Je mag omdraaien. Kenna! Wat? Wat is deze naam? Oh! Je kent mij niet. Wat? Wat is hem? Jawel. Maar denk van wat? Kleine John. Ben je mee? Ja. Zijn je erbij? Ja. Ik dacht van, ik ken haar waarschijnlijk, maar... Wauw. Oké. Jij kent me niet meer. Nee. Je had zwart aan. Wat had ik? Zwart aan. Nee, ik had zwarte broek en een... grijsachtige. Dat was de langste. Ja. Ja. Okay. Nou, ben je tevreden met je keuze? Zeg maar qua uiterlijk. Ja. Nu ja. Echt. Of heb je niet echt een type qua uiterlijk? Niet per se. Ik moet me gewoon aangetrokken voelen. Oké. Okay. Voel je aangetrokken op mij? Ja. Een 7 van de 10. Oké. Zoals dat doet dan? Stabiel. Innerlijk kan het veranderen, weet je. Dat mag, kan het sterker maken, zeg maar. Ja. Wat in die video van Kleine John zei het beste, zeg maar. Wow. 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 Hij weet het nog gewoon. Hij weet het gewoon nog.